In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, één God. Amen. Welkom allemaal bij weer een nieuwe kersteditie om het nieuwe jaar mee in te luiden. Allereerst willen we jullie natuurlijk een hartstikke fijn kerstfeest wensen. We wensen jullie alle mooie dingen, alle licht, alle goeds en alle zegen van onze Heer Jezus Christus. Wat we vandaag gaan doen, is dat we gaan inzoomen op de kerststal. We gaan het kerstverhaal vertellen of benaderen door het oogpunt van de verschillende personages die erbij aanwezig waren. En het gaat natuurlijk niet lukken om iedereen erbij te betrekken, maar we gaan er een paar uithalen waar we het vandaag over gaan hebben met jullie. Als eerst beginnen wij met de herders. We weten natuurlijk dat God of Jezus in Bethlehem is geboren in een kribbe, in een stal. En die omgeving daaromheen waren allemaal eigenlijk plekken waar herders aanwezig waren. Een soort boerderijen, waar ook schapen aanwezig waren en andere dieren natuurlijk. En die herders, dat was midden in de nacht. En die waren eigenlijk aan het waken. Die hadden een soort nachtdienst om het waken voor hun kudde, voor hun schapen. En op een gegeven moment kwam een engel met de verkondiging van de geboorte van Jezus. En het allermooiste wat we dan lezen in het evangelie over de herders is dat zij gelijk opstonden en vlug met heel veel haast naar de stal van Jezus Christus en de maagd Maria zijn gegaan. En dat is best wel apart, hè? Want dan hebben ze eigenlijk een hele belangrijke dienst. Ze beschermen hun kudde, ze zijn bezig met hun eigen volk, eigen schapen en eigenlijk iedereen aan het beschermen. En als het goede nieuws komt, laten ze alles en rennen ze direct naar Jezus. En toen ze daar aankwamen, werden ze alleen maar vervuld met blijheid. Alleen maar, ze konden eigenlijk niet ophouden met God loven en prijzen. Zelfs dat ze iedereen om het heen, in het hele volk en dorp eromheen, eigenlijk verkondigden van de geboorte van Jezus. En dat is heel mooi dat ze eigenlijk, hoewel ze een nachtdienst hadden, misschien ook heel erg moe waren en bezig waren met werk verrichten, alsnog zoveel hebben kunnen genieten van het kerstverhaal en ook gelijk alles hebben achtergelaten om het kerstverhaal te vinden. Drie andere belangrijke personages bij het verhaal van de geboorte van de Heer Jezus waren de drie wijzen uit het oosten. Ik noem het wel drie, maar het zijn er misschien niet drie, het zijn er misschien meer, misschien minder. Alleen drie wordt geïmpliceerd aan het feit dat er drie cadeautjes werden geofferd aan de Heer Jezus. En daar wil ik het over gaan hebben. De drie cadeautjes die werden geofferd, want elk van deze cadeautjes had een belangrijke symboliek voor het leven en de persoon van de Heer Jezus. Het eerste cadeautje dat werd geofferd aan de Heer Jezus was goud. Goud staat voor royaliteit, oftewel koningschap. De Heer Jezus was en zal de koning der koningen zijn, waar al de Joden op zaten te wachten. Het tweede cadeautje dat de wijzen hadden geofferd was wierook. Wierook staat weer voor priesterschap. En priesters zijn meestal, zoals we die ook vandaag kennen, de tussenpersonen tussen mens en God. Het derde cadeautje dat werd geofferd aan de Heer Jezus was mirre. En mirre wordt gebruikt over het lichaam van dode mensen om dat daaroverheen te smeren. En dat staat weer symbool voor het lijden van de Heer Jezus dat komen zal. Tot slot wil ik deze drie cadeautjes met elkaar samenvoegen en dat kan denk ik als volgt. Namelijk, door het lijden van de Heer Jezus worden onze zonden vergeven en wordt het mogelijk gemaakt dat de mens weer met God in connectie komt. Door de wierook, door de priesterschap, oftewel de aartspriesterschap van de Heer Jezus. Hij is de ultieme tussenpersoon die door zijn lijden de verbinding weer maakt tussen mens en God. Want daarmee wordt onze zonde vergeven en daarmee zijn we weer één met God. En doordat hij onze zonde heeft verlost door zijn lijden, kan hij en is hij de ware koning, de koning der koningen. En dit was het verhaal van de drie koningen en de drie cadeautjes die ze hadden geofferd aan de Heer Jezus tijdens zijn geboorte. En natuurlijk kunnen we het kerstverhaal niet vertellen zonder het te hebben over de heilige maagd Maria. Ik wil vandaag drie kleine dingen eigenlijk aanstippen over haar karakter en wie zij nou eigenlijk is en hoe dat zich uit heeft gespeeld in het kerstverhaal. Want we kunnen natuurlijk blijven praten en we raken niet uitgepraat over de moeder Gods. De maagd Maria had een heleboel verschillende mooie eigenschappen. Maar ik wil dat je met mij meedenkt en dat je met mij meegaat in dit gedachte-experiment. Probeer je eens in te denken dat jij als klein meisje door je ouders wordt afgestaan aan de tempel, omdat jij hun eerstgeborene bent, omdat ze zo trots op je zijn, omdat ze zoveel van je houden, dat ze je terug willen geven aan God.
Waardoor je eigenlijk opgroeit in een omgeving die niet jouw huis is, niet bij jouw ouders is. Hè? Maar je woont dus bij jouw hemelse vader in huis. Jarenlang doe je daar de klusjes die gedaan moeten worden. Jarenlang doe je daar de dingen die gedaan moeten worden. En daarmee word je een bepaald soort mens. Iemand die nederig is. Iemand die dienaarschap kent. Iemand die tevreden is met wat ze heeft. En op een dag komt er een dag dat je niet meer in de tempel kan wonen, omdat je een vrouw begint te worden. En dan besluiten de mensen in de tempel, wij gaan jou uithuwelijken aan iemand. Dit is jouw verloofde. En die verloofde is Jozef. Jozef is natuurlijk een hartstikke goede man, maar het kan natuurlijk ook hartstikke spannend zijn voor zo'n meisje, voor zo'n vrouw die nog niks van de wereld heeft gezien, die eigenlijk altijd zo beschermd is opgevoed in Gods genade. Dus in alle dienaarschap zegt de heilige maagd Maria, ja, dat is goed, ik doe dat in alle tevredenheid met hoe haar leven is gelopen, zonder allerlei dromen voor zichzelf te hebben, zonder te bedenken, dit wil ik, en als ik dit niet krijg is mijn leven niet goed, en als ik dit niet doe is mijn leven niet goed. En zij gaat, zoals dat toen zo ging, met Jozef mee om bij hem in huis te wonen totdat ze zouden kunnen trouwen. Vervolgens komt op een dag, terwijl zij gewoon in dat huis zit, komt de engel bij haar, de engel Gabriël, en hij zei tegen haar, wees gegroet, o begenadigde, de Heer is met u. En je kan je voorstellen dat je dan denkt, wat gebeurt hier en wie is dit en waarom praat hij op die manier tegen mij en ik begrijp het niet zo goed. En toen zei hij, wees niet bevreesd. En zij had genoeg geloof en genoeg vertrouwen in God om te weten dat dit een goed bericht was, dat dit een mooi bericht was, dat dit een tijding was die iedereen blij zou maken. Dus zij luisterde naar wat de engel te zeggen had, in alle nederigheid weer, in alle dienaarschap en in alle tevredenheid dat haar dit zou overkomen. En dan moet je je voorstellen dat de maagd Maria heeft er niet om gevraagd om de moeder van God te worden. Terwijl er heel veel vrouwen waren in de tijd van dat er nog gewacht werd op de Christus bij de Joden, die dat wel hadden. Die hadden bedacht van, oh, maar ik ben het waard om de moeder van God te zijn of de moeder van de Messias. Ik ben het waard en ik wil dit en ik zou dit willen en mijn leven zou er zo en zo en zo uit moeten zien. En de maagd Maria hield zich helemaal niet bezig met die dingen. Zij haar overkwam van alles in dus die drie eigenschappen waar we het eigenlijk de hele tijd over hebben. In alle nederigheid, in alle tevredenheid en in alle dienaarschap deed zij dit. Dus toen zij de engel had uitgehoord, heeft ze tegen hem gezegd, laat God maar doen met mij wat hij wil, ik ben zijn dienares. En zo is het dus gegaan totdat de hele zwangerschap voltooid was, wat ook niet altijd makkelijk geweest moet zijn. Totdat ze is bevallen in een stal, in een kribbe. Jezus heeft gelegd in doeken waarin de situatie geheel niet ideaal was, maar waarin ze het beste heeft gemaakt van alles wat haar overkwam. In alle tevredenheid, in alle nederigheid en in alle dienaarschap. Ook wil het hebben over Jozef, die natuurlijk bekend staat als Jozef de Timmerman. Want Jozef was een van de grote personages die aanwezig was in de stal tijdens de geboorte van Jezus. En Jozef die was natuurlijk een man met grote verantwoordelijkheid op dat moment. Hij kreeg een opdracht, een taak van God via de engel Gabriël om natuurlijk zoveel verantwoordelijkheid te dragen. Namelijk, in het Arabisch noemen we hem, Hamil Sirr al-Ilahi. Hij was verantwoordelijkheid voor het mysterie van de geboorte van God zelf. Als we teruggaan naar het verhaal, in eerste instantie was Jozef best wel angstig, best wel twijfelachtig over wat is er nou precies gebeurd. Hoe is degene met wie ik nog niet getrouwd ben, nu al zwanger? En er was zelfs een moment dat hij haar onopgemerkt wilde verlaten. Dat hij daar eigenlijk zonder schande te maken in de rest van het volk, Maria eigenlijk wilde verlaten. En toen kwam de engel. En vanaf dat moet je je voorstellen wat voor een mix van emoties Jozef moet hebben ervaren. Hij was natuurlijk van, ik ga iemand verlaten, nou ik krijg een supergrote verantwoordelijkheid. En vanaf dat moment is zijn verantwoordelijkheid alleen maar gestegen. En dat zie je ook in alles wat hij doet. Hij kon ook zeggen na de geboorte, verlaat ik Jezus, verlaat ik de maagd Maria. Maar nee, hij bleef met haar tot aan het einde van zijn leven. En dat is heel mooi om te zien. Ook tijdens de geboorte zelf was hij op elk moment met haar. En vervolgens ook in de trip naar Egypte en terug was hij met haar. En dat laat zien hoe serieus wij bijvoorbeeld ook taken moeten opnemen als wij het krijgen van God. Wij moeten alles in de precisie uitvoeren, hoewel het in eerste instantie misschien onlogisch klinkt. Maar dan zie je dat het resultaat altijd een heel mooi resultaat is.
Nog iemand die bij de geboorte van de Heer Jezus aanwezig was en waar we het eigenlijk niet zo vaak over hebben, is Salome. Salome was de nicht van Maria, net als Elisabeth dat was. Dus die kwam uit één familie en dat waren allemaal nichten van elkaar. En Salome was erbij als vroedvrouw om de maagd Maria te helpen om te bevallen. En het bijzondere daarmee is dat zij de allereerste was die getuige mocht zijn van het wonder van de kerst. Want zij heeft gezien, zij is er getuige van geweest, dat de maagd Maria maagd was. Maagd is gebleven ook na de geboorte van de Heere Jezus. Dus zij is bij dat eerste wonder geweest. En eigenlijk was dat het begin van haar leven met Christus. Want Salome was een van die mensen die eigenlijk gedurende het leven van de Heere Jezus er altijd bij was. Soms op de achtergrond, soms iets meer op de voorgrond. Maar zij was er bijvoorbeeld ook bij als hij ging prediken. Zij was er altijd als hij iets ging vertellen. Zij was bij de kruisiging, terwijl de apostelen er zelf of de discipelen er zelf niet meer waren. Zij was een van de vrouwen die de Heer Jezus heeft gebalsemd na zijn dood. En zij was ook een van de weinige vrouwen die als eerste erachter zijn gekomen dat hij was verrezen. Dus Salome was een van die vrouwen die standaard in het leven van de Heer Jezus aanwezig waren. En nog een ander leuk weetje is dat zij dus familie was van de maagd Maria. Daarmee dus eigenlijk ook familie van de Heer Jezus. Maar zij was later is zij getrouwd met Zebedeus en zij kregen zoons. En dat die zoons waren Johannes en Jacobus. En dat waren twee van de discipelen van de Heer Jezus die hij zelf heeft gekozen. Dat waren vissers. Zebedeus was een visser, zij waren vissers. En hij is naar ze toe gegaan en hij zegt, ik wil dat jullie mij volgen. Dus dat waren zijn achterneven. En dat was dus allemaal heel mooi, paste dat bij elkaar. En Salome en Zebedeus hebben hun aangemoedigd om Jezus te volgen, want zij deden dat ook. Tot slot wil ik eindigen met misschien niet de minst belangrijke personages rondom het verhaal van de geboorte van Jezus. En die zeker aanwezig waren in de stal. De schapen en de ezels, oftewel de dieren. Maar met name deze twee dieren, de schapen en ezels, want die komen vaker terug in de Bijbel en rondom het verhaal van de Heer Jezus. Te beginnen met de schapen. De schapen zien we veel terugkomen in het Oude Testament. En met name als slachtoffer voor de zonde die de mens begaan heeft. Een schaap moet rein zijn, zonder gebreken, om geofferd te worden. Het moet geslacht worden en door het bloed wordt de prijs van de zonde betaald. Maar natuurlijk, door de komst van de Heer Jezus hoeft geen schaap meer geofferd te worden. Jezus is de ware offer, eveneens zonder gebreken, zonder misvattingen. Daarom kunnen we ook zeker naar de schapen kijken als voorbeeld. De schapen gehoorzaamden en ze waren de offer. En zoals Jezus de offer is, moeten ook wij onszelf offeren voor de Heer Jezus. En we hebben natuurlijk ook de ezels. En we kennen natuurlijk voornamelijk de ezel van de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. De Heer Jezus kwam als koning der koningen op een ezel. En dat was een raar verschijnsel, want iedereen denkt, als de Messias komt, als de koning komt, komt hij met een heel leger. En komt hij met veel macht en grote dieren, sterke dieren. Maar nee, hij kwam op een ezel. En dat is toch wel ook weer een nederige boodschap die de Heer Jezus aan ons wil overbrengen. Dus de Heer Jezus is de ware offer. Hij is de ultieme boodschap en vervulling van nederigheid, ondanks het feit dat hij de koning der koning is. Wie zijn wij dan? Daarom moeten wij zeker ook nederig zijn. En net als de schapen, net als de ezels, dat ze alle dieren, zoals jullie hier zien, rustig en gehoorzaam kijken naar hoe de Heer Jezus werkt en leeft. Bedankt weer voor het kijken. Kolesana en tot Ayubin. Hopelijk hebben jullie wat nieuws geleerd en kunnen jullie door de personages en de verhalen die we hebben verteld, net als al deze personen, Jezus ontvangen in je hart. Wij wensen jullie een fijne kerst en natuurlijk eet smakelijk.